het is vandaag dinsdag en ik heb dit stukje echt al 3 keer opnieuw moeten doen. Want mijn keel slaat de hele tijd om op de een of andere manier. Ik ben van het weekend ziek geweest, maar ik ben nu gelukkig weer een beetje beter. Geen snotneus meer en gewoon, ja, alleen mijn stem is nog een beetje, ja, minder. Maar goed, vandaag heb ik een event en ik vertel daar straks wat meer over. Eli die is nu bij zijn oma en ik heb net al mijn nagels laten doen bij Stacy. Ik had om 10 uur al een afspraak, dus ik ga me nu klaarmaken en dan ga ik door naar het event. Ik vertel jullie daar straks dus meer over. Ik heb mezelf klaargemaakt en ik ga straks naar het Mercy Handy event. En Mercy Handy is zeg maar een merk met allemaal pocket-sized producten, dus vooral handgels en zo. En ja, het is een Frans merk wat nu dus ook naar de Benelux komt. Dus ik ben heel benieuwd ernaar. Ik heb het zelf nog nooit geroken of gezien zelfs überhaupt. Dus ik kreeg die uitnodiging en ik was wel heel benieuwd daarnaar. Dus ja, ik ga jullie gewoon meenemen vandaag. En ja, jullie zien de beelden straks. Ik laat uiteraard ook nog even zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb mijn nieuwe jasje aan van de Zara. Dit is zo'n soort suède stofje. Deze jas bruin. En die was volgens mij 59,95 als ik het goed zeg. Nou, gewoon een simpel basic shirtje van de H&M. Zwart broek van New Look en mijn schoenen van Nubik. Let's go! Make bij het Mercy Handy event en hier buiten hebben ze een hele tafel met allemaal leuke dingetjes erop en ik heb al een smoothie gekregen met spinazie en banaan, dus ik ben heel benieuwd naar de rest. Dit uitzicht nou zo mooi. Ik ben weer klaar bij het event. Ik loop nu weer naar de auto. Ik moet even kijken, want ik weet niet meer waar ik sta. Oh, ik heb een goodiebag meegekregen. Altijd leuk. Ik ben weer thuis en Eli die slaapt nog bij mijn schoonmoeder, zei ze. Dus die laat ik nog even lekker slapen. En dan gaat hij even wat eten daar en dan ga ik hem ophalen. Dus in de tussentijd ga ik eventjes nog een video editen. Ik zal daar straks wel even een soort sneak peek van geven. Als die dan nog niet al online is gekomen. Want volgens mij komt deze vlog daarna online. En zo niet, dan krijgen jullie dus een kleine sneak peek. Oh ja, ik zal ook even laten zien wat ik heb meegekregen van het event van Mercy Handy waar ik net was. Ik heb hier de tas en ik heb eigenlijk zelf nog niet eens erin gekeken, dus ik ben heel benieuwd. Dit is het eerste wat erin zit. Oh, zo handig. Waarschijnlijk hebben jullie net ook de beelden gezien. Zo is een beetje de vorm van ja, het flesje, of nou ja, ja, flesje van Mercy Handy waar de handgel in zit. Dus je kan hem dus ook zo op deze manier aan je sleutelhanger bevestigen. Of aan je tas, echt handig. Maar ik zal hier eventjes kijken, want hier... En er zit een gezellig doosje bij... Kijk nou, er zitten allemaal kleine handgels in. En dit is die Refreshing Mist, heet dit. Het is voor op je gezicht. En dat kan zowel voor na het sporten of als je het gewoon echt warm hebt. En op het strand, or even after love staat erop. Dus echt, deze was trouwens echt lekker. Ik heb deze bij het event ook op mijn gezicht gespoten. En deze ruikt echt zo lekker. Maar dat is dan de blauwe en dit is de Chill Out. En je hebt hem ook in het oranje. En deze heet Hello Sunshine. En deze... heet Flower Power. Deze was trouwens ook lekker. Deze heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd. Dus die ga ik later even testen. Maar echt allemaal verschillende geurtjes qua handgels hebben ze. Dit is Coco Rico. Dus het zal waarschijnlijk wel een beetje naar kokos of zo ruiken. Hier Lollipop. Oh ja, die had ik geroken. Die ruikt ook wel geinig. Black Vanilla. Dit was volgens mij iets van Lemon. Ja, Lemon. Dit was Sherry. En je hebt New Wave. En dit was... Oh, Flower Power. Dus echt lekkere handgels. En die kunnen dus hier
eventueel in. Dan kan je hem dus gewoon bij je dragen. Het zijn echt gewoon hele schattige, ja, flesjes. Ik ben nu bezig met deze workout video. En dit is hoe die er een beetje uit komt te zien. Dat is in ieder geval de intro. En ik ben nog een beetje de puntjes op de i aan het zetten. Want ik moet nog ja, de teksten die erbij komen en zo. Dat moet allemaal een beetje kloppen. Dus dat ga ik straks nog eventjes doen. En dan is deze video zo goed als klaar. En dan kan die woensdag of vrijdag online. Dus ik weet niet of jullie hem dan al hebben gezien. Maar anders is dit gewoon even een kleine preview. Zo, hij is bijna klaar met... ja, uploaden noem ik het eventjes. Want hij gaat zeg maar vanuit hier naar YouTube. En daar moet hij dan nog uploaden. Maar goed, deze is in ieder geval klaar. En Maarten die is inmiddels ook thuis. Dus ik ga zo even Ida ophalen. Ik heb trouwens ook weer nieuwe dingetjes besteld bij Lofty Manor. Echt een van mijn favoriete webshops is dat. En dit is een soort ja, oud roze-achtig jurkje. Echt super leuk. En die heb ik ook in het zwart besteld. Dat is ook leuk. Zwart is op zich altijd wel goed. Gewoon, een vrouw moet altijd een zwart jurkje in de kast hebben hangen. Het liefst gewoon 3 verschillende. En even kijken. Oh ja, en deze. Dit is zeg maar zo'n off-the-shoulder top. En die valt dan aan de onderkant wat strakker. Dus die vind ik ook heel mooi. En die heeft dan van die lange mouwen. Ik weet niet of ze dat in het boekje hier hebben. Maar volgens mij niet. Nee, jammer. Maar anders laat ik het later wel even op hun website zien. En wat ook heel tof is, ze hebben nu een mannencollectie. Dus Maarten die heeft er ook wat besteld. En even kijken, staat hier iets van... hij heeft deze sweater in het grijs. En deze heeft hij niet, maar ik kan het wel even laten zien. Kijk, deze sweater. En wat ik vooral heel stoer vind, is dat hier zeg maar zo'n soort band omheen zit. En dan staat er een L en een M van Lofty Manor. En hij heeft zo'n Paris t-shirt. Vind ik ook echt super stoer. En een heel mooi suède jasje. Hij is nu nog een beetje verkreukeld omdat hij in de verpakking zat. Maar als deze even mooi gestreken is, dan is die wel mooi, denk ik. Kijk, dit is de mannencollectie van Lofty Manor nu. En dit is dus het jasje wat Maarten dan nu heeft. En dit is dat t-shirt. En welke heeft hij nou nog meer? Deze. Oh. Deze. En ik heb deze dus besteld. Deze off-the-shoulder top. En deze jurk. Echt, kijk hoe mooi die hier aan de onderkant zo valt. En hij heeft gewoon net iets van die langere mouwtjes. Vind ik wel mooi. En deze ook dus. Dus in het zwart en in een beetje zo'n oud roze. Oh, en grey heet het. Maar naar mijn idee zit er ook iets rozigs doorheen. Dus maar ja, hij heet in ieder geval en grey. Zo, we zijn inmiddels een paar uurtjes verder. Ik ga even Eli ophalen en daarna ga ik even wat eten. Alleen ik weet nog niet wat. Want ik wilde eigenlijk een soort bloemkool overschotel maken. Dat is iets nieuws wat ik qua recept wilde uitproberen. Maar ja, er ligt nog zoveel in de vriezer wat eigenlijk eerst op moet. Dus dat ga ik denk ik gewoon eerst opeten. Of nou ja, opeten. Ik ga gewoon wat dingetjes in de oven doen. En dan de volgende keer maar een bloemkoolschotel maken. Dus nu even Ila ophalen. Zo, ik heb Ila weer opgehaald. Regent het? Ja? Het regent helemaal niet, maar hij wil gewoon zijn capuchon op. Hè? Regent toch niet? Wel? Ja, ja. Hij heeft 2 muggenbulten op zijn voorhoofd en hij had er ook eentje op zijn oog. Maar op de een of andere manier heeft hij dat nu al een week en het blijft een beetje dik. Dus ik denk dat ik morgen even met hem naar de dokter ga. Beter het zekere voor het onzekere. We moeten nu eventjes snel naar de Albert Heijn, want Maarten die moest nog kaas hebben, zei hij. Dus dan gaan we even naar de Albert Heijn. Ja. Ja, gaan we naar de Albert Heijn? Voor Pip. Naar Pip? Nee. Ja. Wat ging de politie doen? Iets. Zo. Wat ging de politie doen dan? Weg. Oh. Gaan we tellen? 1. 2.
3. Goed zo. 7. Nee, 4. Nog meer. En dan 5. 6. Goed zo. Ik ga het doen. 6. Ja. En dan? 7. 7. Ja. Mama, blijf hier. Moet ik hier blijven? Ja, oké. Ik wil blijven. Oké. Blijf hier. Blijf. Moeten we nog meer kaas? Ja. Ila die heeft al gegeten, dus wij eten gewoon lekker een broodje met ei, ham, kaas. Dat zit er allemaal op. Het heet gewoon een uitsmijter. Een uitsmijter. Oké. Wat heeft papa dan? Papa gegeten. Wat heeft papa gegeten? Ontbijten. Ga je slaapje doen? Gaan slapen, hè? Nee, laat me. Laat me. Altijd zeg je laat me. Kom. Laat me. Mama. Nee, Ila, we gaan nu slapen. Mama. Zet de iPad maar uit. Doe maar uit. Nee, de iPad gaat niet mee. Doe maar uit. Verslaafd kind. Ging je puffen? Doei. Doei. Wat rusten. We zijn inmiddels een paar uurtjes verder. Ik heb nog even een andere video geëdit. En ja, we gaan zo slapen. Maarten, die zit nog even op zijn voetbal. Gimma. Hoe heet deze? Final Kick. Wie het ook zo mag tegen mij komen spelen. Hoe heet je daar? Dat zeg ik nog niet. Oh. Moeten ze dan in de reacties aangeven? Nee, maar ik zeg maar wat. Oh. Hoeft dus niet. Nee, we gaan zo slapen en... Oh, stelt niet scherp. Helemaal wazig. Echt een error volgens mij. Hij gaat de hele tijd heen en weer. Oké. Mijn lens heeft een soort error. Wacht, ik zet hem even uit. Ja, nu doet hij het wel weer. Oké, apart. Nou, wij gaan zo dus slapen. In ieder geval tot de volgende video. En ik hoop dat jullie deze weer leuk vonden. Ik weet niet of die heel lang is geworden. Volgens mij valt het wel mee. Maar dat maak ik de volgende keer wel weer goed dan, als het niet zo is.